Zo dadelijk ziet u een kort stukje uit de film Geslagen honden, gemaakt in 1983. Het gaat over een gezin uit Bladel waarvan de vader werkloos wordt. Dat veroorzaakt vele problemen met tragische afloop. Wij zenden de gehele film uit op zondag 20 maart. De film duurt ongeveer een uur en wordt uitgezonden van 's morgens 11 uur tot 's avonds 11 uur. Dat je vader en moeder gescheiden zijn? Gaat jou dat aan? Natuurlijk zijn ze gescheiden. Maar wat zou dat? Goed, luister dan maar als je het allemaal zo graag wil horen. Hij is metselaar en hij loopt altijd op klompen met zo'n leren bovenkant. Als jij ruikt wat ik ruik, dan ruik ik ook gebakken ei. Want ik verheugde me al enorm op die biefstukken. Weet je trouwens hoe ze die bij ons thuis noemen? Geslagen honden. Nou, pa, wat zie je eruit? Dat je ook wel even mogen afstoffen voor je aan tafel gaat. Denk je dat ik mijn eigen zoon snotleus laat commanderen? En als je er niet mee eens bent, moet je het maar zeggen. Want dan vertrek ik onmiddellijk. Jullie moeten het vader maar niet kwalijk nemen. Want vader heeft vandaag zijn ontslag gekregen. Volgens FNV-onderhandelaar Arie Glasbeuker leek niets erop dat de ontslagen zo massaal zouden zijn. De directie zegt geen andere keus te hebben, omdat anders het werk van alle werknemers in gevaar zou komen. Vindt u geven. Bah! Smeerlapperij. En op een dag was het zover dat hij niet meer op hoefde te staan. Oeh, veel plezier hè, Colies. Hij kreeg zijn werkeloosheidsuitkering. Die krijgt iedereen die zonder werk zit. De eerste dagen liep hij alleen maar door het huis. Hij leek nog een meest op een tijger in een dierentuin. Wil je de rest ook nog horen? Natuurlijk. Kom op, hoe lang heeft hij tijgertje lopen spelen? Hij heeft helemaal geen tijgertje lopen spelen, suffert. Ja, we dronken thee. De ene avond drinken we thee en de andere avond drinken we koffie. Dacht je soms dat ik me hier van 's morgens vroeg tot 's avonds laat doodloop te lachen in het rothuis? Tja, maar misschien kan ik wel werk voor hem. Hè? Gij? Boer, wanneer denk je dat ik in de gang kan? Hé, Marij, daar is pa mooi ingelopen. Nou gaan we lachen. Ach, stikt als geweld. Om eens een klein beetje hier voor de gekken liggen te houden. Wat denk je eigenlijk wel wie je veel hebt soms? Een keukenmeid soms? Dan is het mooi mis. Maar toen we uit school thuis kwamen, was de hele tent schoon. Gestofzuigd, opgeruimd. En om alles nog mooier te maken. Zeker ook de aardappel. Hij en koken. Kun je net zo goed oma achter het stuur van de stadsbus zetten. Hé, Marij. Die is ook spijker, hoor. Je ziet het wel, hè? Ik liep een beetje rond te kijken, die denkt natuurlijk dat hij hier best een likje verf gebruiken. Zo, en nou een heerlijk glaasje bier om de stof een beetje uit mijn keel te spoelen. Zondags nam hij ons vaak mee op stap, zoals op die dag dat het zo mooi weer was. Het is ook eigenlijk te gek dat wij allemaal met al die metselaars in de WW zitten. Richt ze dat niet tegen werklozen? Bedoelt u iets anders met wat het wachtgeld is zo prachtig? U staat hier gewoon te jokken als u dat zegt. Ma, pa ligt op bed. Hij was stronszat toen ik uit school thuis kwam. Ja, begrijp je dat dan niet? Nou, er is dan niks aan te doen. Het is gewoon zo. En jouw vader is niet werkloos. Nathalie, Marij, trek een jas aan. We gaan. Wat zou papa nou aan het doen zijn? Die is pas en zeker ergens eten, net als wij. Op een dag spijbelde ik van school en toen ben ik hem achterna gegaan. Eén pilsje heb ik op. Eén pilsje. Marijk. Wat zou je van zeggen als vader en ik gingen scheiden? Wat zeg je? Het zou wel eens kunnen zijn dat de kind eens wou zien waar zijn vader s'avonds altijd uit hangt. En dan zit er niks anders op dan naar die plaats te gaan waar die vader is. Nou, jullie zijn ook lang weggebleven. Hé, hey, brulletje, en koffie? Nee. En geen koffie? Nee. Nee, Karel. Na die klap van gisteravond is het voor mij afgelopen. Klap? Hoezo, welke klap? Maar daarmee is de maat vol. Ik wil hier niet langer meer bij jou blijven. En ik neem de kinderen mee.
Tja, dat was het dus. Ja, het gaat nu wel beter hoor, maar ik mis die zondagen met mijn ouwe toch. Kom, ga maar eens naar huis. Het wordt al laat en ik moet nog aardappels schillen. Zal ik je eens wat vertellen? We eten vandaag geslagen honden. Was je daar niet ook al mee begonnen vandaag?